Nou, we hadden hier een heel goede resultaat weten neer te zetten. Op een of andere manier heeft de computer het niet opgenomen. Maar we hebben uiteindelijk de uitslag van deze race. Verstappen wint dus voor Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Gasly, Norris, Albon en Bottas in de punten als laatste. Op dit moment is Verstappen koploper met 122 punten voor Leclerc, Perez, Sainz en Hamilton op de vijfde plaats. Norris staat daar achtste nu in de klassement met 23 punten en Gasly is nu ook de top 10 ingeslopen met 10 punten nu. Teamstandings Red Bull op nummer 1 met 214 punten, bijna een perfect weekend, alleen ik had de snelste ronde van hun afgepakt. 11 punten had ik trouwens gehaald deze race weekend. Ik zei 7 in mijn 11. Nog beter dus. Ferrari met op tweede met 171 punten. Mercedes daarna met 119 punten. En dan Alfa Romeo. Pakte maar 3 punten deze race weekend. Komen dus 8 punten op ingeslopen. Nu hebben wij 33 om 43. Dus we zitten echt volledig in die strijd voor plek 4. En Alpine op 12 punten, geen punten voor hun. McLaren 9 punten, ook geen punten. Haas 9 punten, ook niks. En Aston Martin en Williams blijven op de hatelijke 0 staan. Dan hebben we voor Gasly een ontwikkelingspunt, zo te zien. En ook voor Lawson, niet voor Lawson. Nou, dat is in ieder geval voor de Spaanse Grand Prix. Dan gaan we, ga ik zo meteen de Grand Prix van Monaco doen. Aangezien deze laatste aflevering niet op een of andere manier niet opgenomen is, doen we er nu dan zeg maar zogenaamd 2 dan. Maar dat doe ik wel eventjes op een ander moment van de dag. Dus en dan gaan we even kijken wat we verder kunnen doen aan de auto en dat soort dingen. Zo, dan zijn we weer terug. En we gaan vandaag gaan we gewoon verder met deze aflevering, aangezien de vorige een beetje mislukt was. Omdat op een of andere manier het niet opgenomen was. Dus dat was fantastisch. Maar we gaan richting Monaco. We hebben een ontwikkelingspunt te doen. En ik moet niezen. Oké. Dat is wel kaart. We gaan even kijken wat we kunnen doen tussendoor. Daar zijn we. Oké. Ontwikkelingspunt voor Gasly. Ik wil het verdedigen. Wil ik al boven de 80 hebben hoor. Hey. Dat maakt Gasly nu 85 rated. Daar heb ik ook een ontwikkelingspunt voor Norris. Ook hem het verdedigen even omhoog helpen. En dat geeft ook Norris een puntje hoger. Kijk eens aan. Ook een puntje voor Lawson. Daar doen we de reactievermogen naar 66. En dan kijk ik bij het personeel. Oh, ook een puntje. Voor T. Chuan. En hier ook nog een puntje. Nou. Dat gaat niet op. Jij ook? Nee, jij niet. Nee, jawel. Maar iedereen een puntje op eentje. Nou, feedback mag wel richting de 80. Het zou wel handig zijn. Op eentje. Nou, alleen race-ingenieur Pierre Hamelin. Hamelin. Geen punt voor jou? Jammer. Oké, we gaan de doelen zetten voor de quali in Monaco. De keer is nog bezig. Ja, top. Boven verwachting gepresteerd in de vorige race. Altijd mooi om te lezen. Even kijken, volgens mij hadden we geen ding meer dat we konden doen. Deze gedeelte nog. Faciliteiten. Nee, auto moet ik wezen. Daar was ik al klaar mee. Dan gaan we later in het seizoen gaan we daar weer bij kijken. Kijk, dan is het alleen maar doorgaan. Wat was dat? Renovatie is afgerond. Oké, lovely. En de bouw is afgerond, zag ik. Rond de Hoe kan alles in slechte staat zijn? Ik snap het niet hoor. Is dat een ding dat altijd gebeurt in het tweede seizoen? Dat alles
gerenoveerd moet worden. Is dat iets? Maatverslag, autoontwikkeling. Het lijkt op dat auto op het gebied van de DRS-acceleratie achterloopt. Nee, ik zie het ja. Dus daar moeten we aan werken, maar dat kunnen we doen over een aantal dagen. Even kijken hoe lang we moeten wachten. Nog 24 dagen, dus dat moet nog even wachten. Dan kunnen we alleen maar naar de Grand Prix gaan. Kunnen we de trainingen doen en kijken wat voor resultaten we gaan halen. Yes, ik wist het. Het kon niet anders. Het kon niet anders dan dat 100% was. Yes! En voor Norris ook. Let's go. Allebei 100%. Oh, dit voelt bijna als een raceoverwinning dit. Dit is de perfecte training. En juist hier in Monaco. Allebei 100%. Lovely stuff. Oh my god. Good session. Perfect session. Perfect. Perfect. Dat voelt goed. Dat voelt goed. Dit voelt goed aan. Moet je kijken. 100% voor alles. Bekend uit circuit. Kennis van de auto. En vertrouwen van de auto. Dit is precies wat we willen zien. De ultieme doel is bereikt. Volgens mij heb ik dat nog nooit gehad. Alles 100. Oké, dan is het tijd voor de kwalificatie. Ergens wil ik dit doen, maar... Dat, misschien later in de carrière. Alles moet gezetteld zijn om een goede kwalificatie te kunnen neerzetten. Kastje naar buiten. Zo te zien, van niemand moet die last hebben. En zet de tijd, vier de tijd neer. Zo groot is dat Norris niet bij elkaar komt. En dat is ook het geval. En Norris gaat naar een zesde tijd toe. Net voor Gasly. Oké. Daar in de gaten houden. Op dit moment 7 en 8. Ik denk dat we veilig zijn. Ik zie niet... Wauw, Verstappen. De laatste 6. Hoe kan dat? Wat is daar gebeurd? Die moet echt wel flink gaan verbeteren. Dat is de enige die ik uit de top, uit de laatste 6 ons voorbij zie gaan nog. En dat doet hij ook. Hij gaat naar de snelste tijd toe. Oké, dat was kwalificatie 1. Norris op de 8e plek. Gasly op de 9e plek. Gewoon beide in de top 10. Gasly gaat naar een 9e tijd toe. Oh, too much risks. Maar het beloont wel. Kwalificatie 2. Gasly 9e en Norris op de 10e plaats. Beide net aan door richting Q3. Norris moet er wel iets sneller, want hij was al iets sneller in Q1. Dus hij kan beter als wat hij heeft gedaan. Gasly heeft te veel tijd daar. Norris blijft 9e. En Gasly blijft waarschijnlijk ook 10e. Komt niet aan de versnelling toe. Werd net ingehaald in het rondje daarvoor. In zijn opwarmingsronde door Magnussen. 9e en 10e. Zijn in ieder geval door. We gaan start op de softs.
Want er is altijd een kans op een vroege safety car hier. Dus allebei gaan starten op de softs. De 87 is wel iets te overdreven. Even kijken. Compound, soft, ja. Gaan we gewoon voor strategie A. Kan altijd nog verwijzigen in de race zelf. Oké, laten we maar beginnen aan de Grand Prix van Monaco. Een Red Bull op 1 en een Ferrari op 2 zo te zien. En we zijn onderweg. Met Gasly op 10 en Norris op de 9e plaats. Inmiddels al op de 8e plaats. Aan het battelen met Magnussen. Kijken of we met wat IRS gebruikt dat in kanaal. Oh, we moeten hem voorbij. We moeten hem hier voorbij. Kom op Norris. Haal die binnen. Of Gasly, haal die binnenkant. Lovely job van Lando. Sorry, je hebt mijn neus shaked. Ah, man. Oh, kan hier Russell pakken? Aan de binnenkant. Oh, geen Norris daar net met. Good job. Wat? Norris is daar twee keer door een muur heen gereden. Sorry? Twee keer. Niet één keer, gewoon twee keer. Oké. Kom op, Gasly, niet jij. Heb jij ook zulke onweerstaanbare voorvleugel als Norris, dat je gewoon door een muur heen kan rijden? What the fuck was dat, joh? Ik heb dat nog nooit gezien, joh. Gasly gaat er niet voor. Gasly. Jij moet het ook kunnen, hè? Haal hem daar. Naar binnenkant. Oh. Een foutje voor... Oh. Laat maar. Dan blijf je even achter Magnussen rijden. Norris kan daar nog redelijk meekomen met Hamilton en Bottas. Ik hou even die gat in de gaten. Gasly. Kom op. Magnussen heeft geen DRS. Nu moet je het doen. Geen DRS voor Magnussen. Kom maar. Via de binnenkant. Oké,
Ach, kanonnen. Gasly. Houd in. Hou hem binnen. Ah. Ja, we wachten wel eventjes totdat zijn IRS wat beter opgeladen is. Kan hij het hier al doen? Waterkant. Oh, dat is een goede move van Gasly. Lekker gedaan. Norris is binnen. Nu al op een seconde. Norris komt net achter Gasly en net voor de deur bij Albon terecht. Lovely. We waren de soft dan maar voor een hopelijke latere safety car. Je verwacht toch een safety car? Het is fucking Monaco, kom op zeg. Lijkt op dat Gasly iets meer pace heeft als Norris. Ik denk dat AI 1 stoppers doet. Ik kom echt heel hard richting. Er was iets gebeurd. Ah, Schumacher. Juist weer iemand achter ons, hè. Een 15 doen wij en 1.17 doet Ricardo. Als het onder de 2 seconden is, gaan we weer kijken voor een inhalen. We hebben de eerste pittest verder. Komt achter ons terecht. We hebben eigenlijk ongeveer een pitstop achter hun. Dan ben ik benieuwd of wij nu nog een beetje kunnen uitlopen met de mediums. Nou, niet op Sainz in ieder geval. Doe maar eerst met Norris en dan met Gasly daarna. Moet er een Magnus voorbij? Ik ben niet echt helemaal zeker wat... Laat maar. Hij gaat dan naar binnen. Ik denk dat Magnus een medium hard doet. Bottas in de pit. Waarom rem je? Nu is helemaal duidelijk waarom geremd werd. Kijken of we Bottas hier kunnen verrassen. Hier nog niet. Hier heeft veel. Binnenkantje pakt hij niet. Dan moet je maar even meerijden met Bottas hoor. Ik heb hem de kans gegeven om in te halen.
Dus zal wel zo meteen verdragen naar Gasly. Waar staat Hamilton op? Hard. Kijk of ik een soort van strategie kan maken. Ik ga voor de plek 6 met Norris. Er is maar één manier hoe ik dat kan doen. Dat is hier. Alles inzetten. Alles inzetten hier. Nee, die andere knop. Goed zo. Hohoho. Gasly offert zich helemaal op. Gasly, ik heb even geen IRS meer. Oh, fantastisch. Norris is al 10 seconden bijna uitgelopen. Nee, die ja. Hoeveel secondes heb je hier, zou je hier nodig hebben voor een pitstop? Ik ben echt helemaal aan Hamilton aan het frustreren. Oh mijn god zeg. Waar het kan, de pace aanleggen. Waar het moet, omhoog zetten. En zo gaan we, houden we het al een aantal rondes vol. Het zal bijna 12 seconden komen. Ah, nou heeft hij, denk ik. Mercedes is een plek opgeschoven. Op, kom op, kom op, kom op. Nou, ik probeer even. Dat is jammer, dat is echt jammer. Ik had net een stukje juice tekort om. De brakes zijn really poor. Oh, wat doet hij? Hij stuurt daar dan tegen de muur aan. Ah, dan moet hij maar op de hard.
stuur je naar de muur. Je moet juist van de muur afsturen dan. Ik heb in ieder geval wat tijd gegeven. Dat gaat hij nooit volhouden, Norris, op de softs. Oké, Pierre, we don't have enough battery. Oké. Maar is Pierre teruggevallen? 14e. Het valt me echt super tegen dat er geen één safety car komt hier ook. Er moet een beetje in die 30% gaan zitten dan. Nee! Nou, hou met je brandstof. Morris, ja, binnenkant. Kom op! Oh, die had je moeten hebben daar. Ja, ik weet het. Oké, volgende ronde probeer dan. Moet de volgende ronde gebeuren? Nu, het moet nu gebeuren. Simpel. Yes. Oké, we zijn terug in de top 10 met Norris. Wat is er? Goed zo. Oh. Kassie is Ricardo aan het inhalen, dat ik niet eens door. Zelfs, oh my god. Hoe zijn de banden van Ricardo dan, dat die ingehaald wordt? Ik kon Magnussen hiervoor niet inhalen. Kijken of dat nu wel kan gebeuren. Ik weet het. Jezus. Wat? Oh, Norris. Ja, via de buitenkant. Let's go. Verstappen heeft gewonnen. En wij komen op de 9e plaats aan. 1 plek hoger. Dankzij toch nog een extra pitstop. Want dan konden Magnussen niet voorbij. We probeerden het, maar het lukte niet. En een snelste ronde is toch 3 punten binnen deze raceweekend. Oeh. Lastige race. Zeer lastige race. Kijken naar de uitslag. Verstappen wint dus voor Leclerc, Perez, Sainz, Bottas, Hamilton, Russell. Vettel op de 8e plaats voor Norris. En Magnussen 10e. En de snelste punt was voor de Norris met een 1.13.7. Sorry. Enigste coureur ook in de 1.13. De rest allemaal erboven. Pierre Gasly helaas op de 12e plaats. Geen uitvallers vandaag. Geen safety car. Ook gebeurde ook echt letterlijk niks in de race verder. Zeer teleurstellend. Verstappen staat nu bovenaan in de klassement. Stond hij al. Maar heeft de leiding nog eventjes weten uit te breiden. De 1-2-3 in de kampioenschap was ook de 1-2-3 in deze race. Want Leclerc werd tweede, Perez derde. En ook de nummer 4 was de nummer 4. Alleen Bottas deed het wat beter als de stand doet zijn. Norris op de 8e plaats met 26 punten. En Gasly nog steeds 10e met 10 punten. Kijken naar de teamstanding, zien we Red Bull op
De eerste met 2,54 voor Red Bull, voor Ferrari met 201. Mercedes 133, Alfa Romeo 53 loopt iets uit op ons. Want wij pakten maar 3 punten met 36 punten. Alpine 16 en Haas op 10 punten nu. Voor McLaren met 9 en S. Martin Williams nog steeds op 0 punten. Nee, nog weer een ontwikkelingspunt van Norris. Wauw. Gaat snel 16 ontwikkelingspunten. Nou, dat doe ik eigenlijk volgende aflevering wel naar. Voorvleugel is producties afgerond. Moeilijke race, ja, helaas wel, ja. Oké, nou, dan gaan we het hier even bij laten. Dus zoals altijd, geef een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal, volg de kanaal in de beschrijving hieronder. En tot de volgende keer. Later!